Susanne en ik ben projectleider van de Huiskamer. De Huiskamer is een project. Die bestaat uit 3 verschillende workshops. Elke week dan komen we bij elkaar. En hebben we elke keer dus daar boeken, proefjeslab en fashion freaks. Dus muziek, wetenschap en toegepaste kunst, mode. Waar komt de subsidie vandaan? Dus een buurtinitiatief en dat komt via ABC van de Stadsdeel. Ja! Dit is onze chemielabmarkt. We hebben de afgelopen 2 maanden een chemiebedrijfje geleid, zeg maar. Dus we hadden de groep in verschillende afdelingen verdeeld. Administratie, in- en verkoop, reclame en nog iets dat ik niet herinner. Oh, en productie, wat ze allemaal hebben gedaan natuurlijk. En nu kunnen ze hun spulletjes verkopen. Hey, ik zie ook jongens die erbij betrokken zijn, die vinden het ook leuk. Ja, zeker eigenlijk. Bij Love heb ik vooral jongens gehad. Bij het begin had ik helemaal geen meisjes, die hadden er niets met wetenschap. Laat eens zien, wat heb je allemaal gemaakt? Ik heb haargel gemaakt. En douchegel gemaakt. En nog een parfum. Even open. Ja. Oké, vond je het leuk? Ja. Wat vond je het leukste eraan? De badzout maken. Waarom? Moest je met kleurstof en zo werken. Oh, dus je bent nu heel slim geworden ervan? Ja. Ben je al slimmer dan je ouders? Nee.